Oké, Soraya zit in de badkamer en dames maken zich zo lang klaar. Als ik de badkamer inga, ik hoef alleen mijn pet op te doen, ik ben klaar. Ik ga haar lijp laten schrikken. Oké, ze gaat de camera per direct zien, want ik zet hem letterlijk gewoon op de trapleuning neer. Dus de truc is dat ik haar sneller laat schrikken dan dat ze de camera überhaupt kan zien. Oh my gosh, ik lijk op een killer. Je moet terug, je moet terug. Je moet terug. Ik ben een killer, ik ben de baas van de horrorfilm. Ik moet heel nodig plassen. Ik ben in een kattencafé. Er zijn veel katten. Wat is jouw naam? Oh, ze hebben zelfs op het knopje, hebben ze zelfs een kat. Dit is Lux. Dit is Lux. Hey Lux. Ja, hij kijkt me echt aan in mijn ziel, hè. En hier in het tunneltje zit Nova. Oh, Nova's aan het chillen, man. Nova ligt laag. Wil je mijn mattie worden? Ik heb 2 ratjes, je mag ze opeten. Oh, dit is zo schattig. Oh, Lux wil gewoon chappen, man. Oh, hey. Hoe heet die? Dat is Paolo. Oh, Paolo is gewoon iemand met een Italiaans pizza restaurant. Letterlijk, Paolo. Paolo, niet aan mijn schoenen ruiken. Daar word ik ongemakkelijk van. Poeh, die ogen vind ik echt mooi en eng tegelijk. Hey, wat doe jij nou? Kijk eens. Nee. Gewoon, ik heb nog nooit iemand zo nat amused zien kijken. Ik weet dat je mijn neus eraf wil bijten, maar dit speeltje is ook leuk hoor. Hé, hey, deze is mooi man. Wat is jouw naam? Mijn naam is Dutch Huber. Mag ik je aaien? Hij moet eerst even wennen toch? Ik heb een interne paniekaanval op dit moment. Ik wil ook een kat zijn man, dan kun je de hele dag jezelf likken en niemand kijkt er raar van op. Besef hoe mooi dat is. Als ik nu mezelf lik, denkt iedereen, hè, wat is er met die jongen aan de hand? Maar ik was mezelf gewoon, you know? Veel mensen weten het niet. Maar ik ben opgegroeid met katten, man. Ik ben opgevoed door katten en ik ben geboren door katten. De vraag is hij nu aan het speculeren hoe hij een einde aan mijn leven gaat maken of is hij aan het genieten? Oh, wat schattig, man. Oh. Hij heeft zoveel gespeeld vandaag, hij denkt niet nog een keer, man. Ik zeg het toch, Soraya. Katten hebben overal zin in, behalve Oeh, hij wilt je tas. Het is een tasjesdief. Hé, neem die tas mee, man. Er zit een zonnebril in. Wow, ze hebben gewoon een katten-wc, ouwe. Doe normaal. Je maakt een grap. Het moment dat als je wilt gaan vegen, een kat het voor je vasthoudt, is je leven compleet ouwe. Wauw. Dus deze dame houdt zoveel van katten dat ze gewoon een café heeft met alleen maar katten. Toilet doorspoelen. Oh, nou in dat geval wil je ook niet, man. Nee, dat doe ik niet aan. Hé, hey, koning. Ik noem jou Willy. Wil jij mee opeten? Eentje heeft alleen geen zin, die is lekker aan het chillen daar zo. Hoe is het met jullie jongens? Hebben jullie een beetje een leuke dag hier? Wat heb je ontbeten? Musjes? Lekker man, doe ik ook altijd. Je hebt geen haarbal, hè? Oh, wow, Super Saiyan mode activated. Hé, maar Soraya, alles hier? Kom eens mee. Een kattenhouder, Soraya. Wow. En een kat zegt dat je goed moet doorspoelen. Nou, dan doe je het. Dit is hoe een lichaam van een kat van binnen eruit ziet. Oh, die kat gaat mijn geld stelen, man. Oh, nee. Oh, nee. Sorry, bel de kattenpolitie, snel. Oh, ik ben te laat. 20 cent gestolen door een kat. Soraya is zeer geïrriteerd. Soraya houdt niet van regen. En het regen. Maar we gaan wat eten. Wat ga jij nemen? Bij de Hema. Iets lekkers. Ja, maar dat is, ik wil meer. Ik wil meer details. Sappige details. Wat denk je dat ik ga nemen? Ja. 3 keer raden. Borst. Rookworst. Halve rookworst met mosterd. We nemen het alleen met mosterd. Veel mosterd. Kapot voor mosterd gedaan. Dat kan echt niet, hè. Soraya heeft zo'n hekel aan dat we in de regen lopen. Ze heeft er echt geen zin in. Zeg maar, ik kom soms met die voorstellen toch. Laten we wat het leuks doen. En dan moet het ook gewoon eerst keihard regenen voordat we het gaan doen. Ik ga proeven, man. Hoe lekker denk je dat die is? Wil je hapje hebben? Nee. Daar komt zeg maar echt gewoon vet uitlopen. Ik kan net zeggen, precies water. Zwemles gehad voordat hij in mijn mond ging. Ik ben in de mediamarkt en ik ben even weggelopen van Soraya. Want ik ben heel benieuwd, wat doet ze als ze denkt dat ze mij kwijt is? Oké, ik loop even snel hier langs heen bij alle gaming laptops. Want ik heb het idee dat Soraya bij de Apple sectie zit. Dus ik ga even snel. Ze moet me niet zien toch? Ik wil gewoon weten wat ze doet. Oh, ze is daar. Ze is letterlijk daar. iPhone gang, man. Wat doet Soraya als ze denkt dat ze mij kwijt is? Ze is me ongeveer 3 minuutjes kwijt toch? Zit ze dan serieus gewoon een iPhone te testen? Come on, man. Je bent je vriendje kwijt, Soraya. Zoek hem. 3, 2, 1. Ja, mevrouw, u gaat de winkel uit. Wat was je aan het doen? Ja, ik zocht je en ik vond u niet. En mijn telefoon ligt in de auto. Dus ik dacht, ik ging proberen of ik hiermee kon bellen. Je kan toch niet bellen met een show prototype? Oké, weet je, leg die iPhone eens terug. Welke iPhone is dit? De iPhone 12 of niet? Ja, de iPhone 12 Pro nog wel. Steenpapierschaar. En ik meen het oprecht. Als jij wint, koop ik hem voor je. Ik ben echt serieus. Ik ben echt heel serieus. Als ik win. Als jij wint, koop ik die iPhone 12 Pro nu voor je. Steenpapierschaar. Steenpapierschaar. Oh, echt letterlijk, mijn hartslag gaat gewoon dubstep mode, hè. Ik had hem echt voor je gekocht, ja, maar namelijk. Maar de derde keer, dan weten we het zeker. Oké, nu doen wij hem. En als ik win van jou, dan koop jij voor mij een Apple Watch. Ze denkt, oh nee, waar ben ik aan begonnen? Oké, kom, 3, 2, 1. Steen, papier, schaar. Nee. Ja, je moet Apple Watch voor mij kopen. Nee, oké, dat ga ik je niet aandoen. Ik ga het je niet aandoen, omdat ik eigenlijk degene was die het een beetje opdrong met de camera op je gericht. Maar als jij het zelf had gezegd en ik had gewoon dat ik hem verwacht. Soraya, heb je een hamer bij je? Ik weet niet wat het is, maar ik vind die er zo intergalactisch uitzien. Alsof het een soort van. Ken je Plants vs. Zombies, dat spel? Ja. Dat je zegt, maar die planten moet plaatsen om die zombies weg te halen. Deze lijkt op zo'n
peashooter. Oh, zo'n dingetje die zo ploep ploep. Hey, ik ga niet voor je liegen, maar dit is echt een hele originele kleur van een iPhone, man. Het is gewoon paars. Soraya, het is een woonkamer. En de vraag is, ligt hier een schat onder of mag je er niet op zitten? Ik denk dat er een schat onder ligt, Soraya. Snel, maak de bank open en pak de schat. Hey, eerlijk, Soraya, stel voor je zou nu die bank slopen. Ja. Ze zouden zeggen, mevrouw, waarom doet u dat? En jij zegt, ja, er ligt toch een schat onder, er staat een kruis op. Daar is een dubbele schat. Oh, allemaal schat. Nou, pak een schep, man. Kom, kom, kom. Oké, Soraya, we zijn bij de Jamin. En omdat ik dat flauwe grapje bij jou heb uitgehaald met dat ik het uit zou maken, vind ik dat jij iets leuks mag halen. Okay. Op mijn kosten. Ik ga veel halen. Hé, hey, M&M X, die heb ik nog nooit gezien. Kijk zijn haren. Dat zijn mijn haren wanneer ik de mooi boy op Insta ben. Ze hebben hier de allergekste macarons maken die je ooit hebt gezien. En misschien neem ik er een paar mee om te proeven. Let's go! Ik heb twee smaken gekozen die ik sowieso wil proeven. Eén ervan is bubblegum. Lijkt me een hele interessante smaak. Maar ook fresh mint. Want ik hou niet van mint. En ik ben benieuwd of ik er wel van hou in een macaron. Ze hebben hier gewoon KitKat met de smaak van wijn. Hoe kom je erop, bro? Ik heb hier letterlijk het allerpittigste snoep ter wereld gevonden. Check alleen al hoe de verpakking eruit ziet. Oké, we komen uit de snoepwinkel. En ik heb dit gehaald: fruitjes met jelly erin. En de bedoeling is dat je die niet open maakt, maar open bijt. 3, 2, 1. Oh my gosh, het is niet eens lekker. Oké, het is wel lekker. Het is heel zoet, man, maar de structuur is naar. Het is alsof je gewoon je neus snuit in je mond. Ik ga een appel proberen. Het is een appel, toch? Oh, Soraya. Het is echt letterlijk alsof iemand gewoon ineens hachoo doet en jij hebt gewoon je mond open, man. Het is zo naar. Maar wat nou als ik er gewoon twee tegelijk doe? Oh! Oh my gosh. Ik bewaar er sowieso één voor Soraya, want die is zeer geïrriteerd. Ik weet niet, man, zeg maar, er zit heel veel smaak aan, maar die smaak is voornamelijk zoet. En de structuur, dus zeg maar wat je voelt in je mond, is echt heel snotterig, man. Yes. Ik deed niet expres. Ik deed niet expres. Hoe kan het onder mijn jas komen? Help, help. Haal het uit mijn mond, alsjeblieft. Haal het eruit. Doe hem in je mond en bijt. Ben je er klaar voor? Nee. Waarom gaat hij bij mij fout? Oh, hier. Oh my gosh, hoe krijg je dat voor me? Ah nee, Soraya! Soraya, mm-hmm. Ben je weer schoon? Wie? Jij. Ik ja? Ja? Nee, dat ben ik nooit toch? Nee, dat is waar, Soraya is nooit schoon. We hebben veel snoep gehaald. Heb je die M&M's? Oh nee! Wat is er? Ik heb jou gezien. Die is wel goed. Die is wel zeg maar Dutch Tuber kaliber, die zou ik ook wel kunnen gooien. En Soraya die heeft deze gekozen, dit zijn M&M eitjes. Wat? Er zit pindakaas in. Nee! Er staat letterlijk, ja, er staat linksboven peanut butter. Er zit peanut butter in. Dat was een ha, ik dacht speculoos was. Soraya die heeft deze gekozen omdat ik een flauw grapje op haar uithaalde in de vlog. Niet doen. Stel voor politie komt, zeg waarom doet hij? Hij zegt, er zit pindakaas in mijn M&M's. We zeggen, ja man, ik snap het wel. Hé, de verpakking is wel mooi, boy, man. Dat is retouren. Nee, vriend. Ja, dat mag, maar dan moet je even 2 dagen wachten, want ik ga ongeveer om de 2 dagen naar de wc, dan mag je ze retouren. Oh, oké. Okay. Cheers, size. Ik ga helemaal niks sharen. Job mag het opeten. Ook als delen wel belangrijk. Oké, gooi ze maar in mijn hand. Ik ben heel benieuwd hoe ze gaan smaken. Oh mijn god, Job. Wat is er? Oh, wow, het zijn echt eitjes gewoon. En ze hebben allemaal spikkeltjes, alsof ze de, hoe heet dat ook weer, waterpok of zo? Zeg maar. Dat is niet echt eet smakelijk. Nee, dat niet, maar ik wou gewoon een leuke referentie gooien. Oké, we gaan het proberen. Ik kan het niet kouwen. Ik kon het niet kouwen. Ja, hij ging de hele tijd naast mijn tanden. Peanut butter. Kijk, het ding is, ik heb vandaag 2 dingen echt gegeten. Eentje is rookworst. En eentje is nu M&M's en pindakaas. Oh, wacht maar. Ik heb nog mijn kattencake. Moet je ook nog proeven. Gaan we proeven? Ja, we zijn natuurlijk naar het kattencafé geweest. We gaan zo meteen weer naar België toe. Dan gaan we de macarons proeven als we thuis zijn, maar dat wordt later pas vandaag. En Soraya die heeft in het kattencafé dit mogen halen van mij. En wat is het? Het is een brownie of zo. Ga je gewoon. Een blondie framboze brownie. Ja, dus als er blondies voor mij zijn, dit super op Instagram. Nee, gaan we. Is die lekker? Er zitten ook kattenpootjes op, hè? Superleuk. Geef mij eens een hapje. Niet normaal lekker. Dat smaakt echt zo smeuig. Soraya, ze hebben hier letterlijk kinetic sand met de geur van chocolate chip cookies. En jij zei toevallig net al, maar is dat niet een beetje raar? Want als mensen hiermee spelen, denken ze misschien van, oh, het ruikt naar koekjes, ik kan het eten. Kijk. En hier hebben ze er eentje banaan. Met de geur en met de kleur van banaan. Dus het ruikt naar banaan, maar het is zand. En deze ruikt naar koekjes, maar het is zand. Soraya, vangen. Voel eens hoe lekker het voelt. Nee, we gaan niet overgooien in de winkel, Soraya. Oké, nou en. Vangen. Gooien. Oh, dit voelt zo raar. Oh yes, het is mijn huisdiertje. Ik noem hem Spikey. Harder, zo hard als je kan. Oh. Ze hebben letterlijk van elk Mario-karakter een eigen auto. Luigi in de building, blauwe Yoshi in de building, King Kong in de building. Zei ik echt King Kong? Donkey Kong. Ik ben even lekker aan het chillen samen met Gappie en Homie. Homie is nog steeds de hele tijd aan het niezen en aan het piepen. Ik maak me echt een beetje zorgen om hem. Dit hier is Gappie. Oh, oh, ik heb hem nog nooit zien gapen. Dit hier is Gappie, dit hier is Homie. Ik was even met Soraya een dusje aan het doen, want we hebben het laat gemaakt gisteren. En op dat moment hoorden we die hele tijd Homie niezen en piepen en doen. En iemand wil eruit.
eruit. En je ziet ook dat Homie nog steeds een beetje teruggetrokken is. Maar het gaat wel iets beter. En ik kan hem nu eindelijk aaien zonder dat hij bijt, bang is of wegrent. Dus er zit een verbetering in. I mean, like, je moet ergens blij mee zijn. Ik denk dat hij of heel verkouden is. Dit heb ik net ook tegen Soraya gezegd. Of dat hij luchtwegenproblemen heeft. En we hopen natuurlijk dat eerste, dat hij gewoon even heel verkouden is. Want schijnbaar kunnen ratjes dat zijn. En we hopen dat het verder niks ernstigs is. Nou, deze die is echt, ja, je krijgt aandacht zometeen. En hij gaat er weer in. Weg is die. Doe die staart eens even niet bij je broertje in zijn gezicht. Kom nou. In ieder geval, het ziet er nou uit dat het nu weer iets beter gaat. Ga jij eens even aan de kant, want ik hoor je broertje weer piepen. Ja, hij doet het weer. En daarna gaat hij gelijk naar zijn neusje toe. Ja, dat is niet goed. Als hij dat nou één keer per dag deed of één keer in de zoveel tijd. Maar hij doet het letterlijk iedere minuut en daarna gaat hij met zijn handjes over zijn neusje heen. Ja, hij doet het echt letterlijk. Nu zien jullie het gelukkig ook. Echt elke 30 seconden. Oh, wat zijn jullie toch druk van. Heb je geplast? Je hebt geplast, hè? Ik ben net klaar met editen en toen ik vandaag in Nederland was, heb ik wat voor mezelf gehaald. Kon het niet laten, het lag er, het moest met mij mee. Het is dit. Het is een Elite Trainer Box. Voor de niet-Pokémon-kenners zegt dit waarschijnlijk helemaal niets. Maar dit is een serie die voor een lange tijd overal uitverkocht was en ik wou hem hebben en ik kon hem niet krijgen. Vooral niet hier in België. Er zit namelijk een hele speciale Pokémon-kaart in van Charizard. Wat een beetje de... Ik kan denk ik wel zeggen de populairste Pokémon. Niet zozeer de populairste, maar de Pokémon die de meeste mensen willen hebben in kaartvorm. Omdat die gewoon heel veel waard is. Moet ik deze openmaken? Laat het in de comments weten. Meestal haal ik dit soort dingen en laat ik ze dicht. Ik vind het gewoon een mooi verzamelobject, maar geloof me, er kan hier een Pokémon kaart in zitten van 400 tot 500 euro waarde. En als je hem in de perfecte staat hebt, duizenden euro's. Dus moet ik de box openmaken en een gokje wagen? Laat het in de comments weten. Vanmiddag was ik bij Yamin, waar ik deze bubblegum macaron heb gehaald. Het is dus letterlijk een macaron die naar bubblegum smaakt. Ik hou er altijd van om vreemde snoepjes te proeven, vooral als de smaak heel apart is. En ik kan me bijna niet voorstellen dat, ja, dit de smaak van bubblegum heeft. Het heeft wel een soort van de kleur ervan. Dat typische blauwe. Ik ga het proeven, zodat jullie het niet hoeven te doen. Proost. Wow, crazy. Oh, snap. De binnenkant smaakt een beetje naar yoghurt. En de buitenkant smaakt letterlijk naar bubbelicious. Ik weet niet of jullie die kennen, maar vroeger bij mij op school wou iedereen ze hebben. Het waren alleen best wel dure pakjes. Dus als je er dan mee liep, dan wist je gewoon dat alle leerlingen als hyena's op je afkwamen om er eentje te pakken. Zou ik er bennen mee kunnen blazen? Best wel lekker, unieke smaak. Letterlijk smaakt het naar bubblegum. Maar ik ga niet voor je liegen. Hier heb ik niet zoveel zin in. Ik heb deze smaak bewust gekozen, omdat er eigenlijk nog nooit iets is geweest van snoep of cake. Wat ik lekker vond wanneer het de smaak van munt heeft. Dit is dus een mint. Wat is het verschil eigenlijk? Het is een minty macaron. En ik ga hem proeven. Hij ziet er wel heel mooi uit, dat moet ik eerlijk zeggen. Let's go. Oh, wat naar. Oh, het is precies wat je ervan verwacht. Het is lekker zoet, lekker cakeachtig en minty. Nonne. Oh, wat naar. Het smaakt ook echt naar verse munt. Wat een soort van goed klinkt, maar niet goed is als je er niet van houdt. Vers of niet vers, qua smaak geef ik deze een 3. Een 2. Nu heeft Soraya ook een macaron uitgekozen. Maar die is nu even boodschappen doen hier in Antwerpen. Wow. Zij is gegaan voor deze. En dit is er een met de smaak van speculoos. Nou ja, een klein hapje gaat ze niet missen. Of 2. Wauw. Natuurlijk heeft zij weer de beste gekozen. Deze bubblegum was vooral grappig. Mint was vooral smerig. Maar deze speculoos is oprecht lekker. Deze geef ik een 8. Dit is de winnaar. En deze die mag Soraya hebben voor de rest. Ik hoop dat zij wel van minty houdt. En als laatste heb ik dit. Dit zou het allerpittigste snoep ter wereld zijn. En ik ben bang. Want in een van mijn voorgaande vlogs heb ik de allerheetste chips ter wereld gegeten. En dat ging er zo aan toe. Hij wil gewoon naar boven. Moet je melk? Geef iets. Dus wat dit met mijn lichaam gaat doen. Ik heb geen idee. En eigenlijk wil ik het ook niet weten. Maar ik ben er al een soort van mee begonnen. Dus let's go. De verpakking spreekt voor zich. Er staat een heatmeter op, een gestoorde professor en een tong. Avontuur. Oké, ik maak hem rustig open. Oké, dus hier heb ik een soort van lolly. Er staat letterlijk Dr. Fire op. Nou, let's go. Ik dip hem eerst hierin. Dit is een beetje groen. En dan dip ik hem hierin. Dit is een beetje rood. Oké, er zit poeder op. Oh, dat is pittig. Misschien moet ik gewoon iets meer poeder... Het is op de grond gevallen. De heetste poeder ter wereld. Let's go. Oh, dit is vreselijk. Dit is zo heet. Ik word er verkouden van. Oh, ik kan niet meer. Het hoort met dit. Ik snap echt niet waarom mensen dit maken. Oh, dat is beter. Ja, ik hou het liever bij de macarons. Oh, dit is degene met mint.